goed heb, is daar het visboertje. Nee. Maar ik wilde zo graag vis eten. Ja, zullen we gaan kijken of de groenteboer mag filmen. Ja. Het is wel prachtig hier, hè? Het is gewoon een markt aan zee, hoe gaaf. Hoe kan je hier nou geen visboer hebben? Ik weet alleen niet hoe alles heet in het Spaans. Dos cebolla. Dos. Courgette. Nog meer knoflook? Ja. Zit er van wat? Romero. Dat is een feestje om de prendea. Prendea. Gracias. En ik zag dat er ook een kippenboer was. En dat is natuurlijk ook heel handig als je met de camper aan het reizen bent. Dat je al iets wat al klaar is, koopt en daar dan nog wat bij gaat maken. Nou, daar ligt Namamola. Daar hebben we net boodschappen gedaan. En we gaan nu door richting Cala Honda. We weten dat dit een prachtig stukje weg is. En dat er hele mooie plekjes zijn waar wij kunnen gaan koken. Een courgette, 2 groene paprika's, 2 aubergines. Een of andere reden heel veel knoflook. Ik hou heel veel van knoflook. Een citroen, paprika, 2 uien, wat tomaten. En ondertussen horen de mensen de zee wel op de achtergrond. Misschien is hij ook wel even zien. Heel mooi ziet het eruit. Het komt uit een kookboek. En wij gaan vandaag ratatouille uit Andalusia maken. Het is eigenlijk gewoon precies hetzelfde als een Franse ratatouille. Alleen zit er wat meer olijfolie in. Ik zou wel dichter bij de zee hadden gestaan, dat die zee kunnen was. Dan hoef ik ook geen zout meer te gebruiken. Gaat het niet worden. Een goede ratatouille wordt lekker als je alle ingrediënten los van elkaar aanbraadt. En daarna pas bij elkaar samenvoegt, want dan proef je de ingrediënten los van elkaar veel beter. Dus het is wel een eenpans maaltijd, maar achter elkaar. Precies. Die pitjes kan je ook allemaal zo lekker buiten gooien, want dat maakt toch niks uit. Lekker in mijn gezicht. Denk je dat je dit ook kan? Het is echt heel moeilijk, hè? We hebben ook nog knoflook. Niet iedereen is een ontzettende knoflookfan, maar ik wel. Dus ik ga voor 4 tenen knoflook. Blijf je een beetje bij de les? Ik heb het even afgeleid. We zijn in Spanje. En in Spanje kook je met heel veel olijfolie. Doe er lekker veel zout overheen. Want dat is lekker. Er zit gelukkig nog genoeg olie in. Als er niet genoeg olie in zit, gewoon er een beetje bij gooien. En weer een beetje zout natuurlijk. Het is allemaal leuk dat Tisa daar aan het koken is, maar we hadden nog steeds geen kruiden. En wat hebben we hier? Tadaa! Rozemarijn! Dus we gaan even rozemarijn plukken. Zo lekker. Ik denk dat Tisa daar wel blij mee gaat zijn. Verse rozemarijn? Ja. Jee! Ik zat er helemaal vol mee daar aan de kant. Wat supergoed! Nou, die gaan er straks in. Ik doe de paprikaatjes erin. Yep. Het eitje. De takjes rozemarijn. En nu de knoflook. Die doe ik eerst heel even alleen. En dan doe ik de tomaatjes erbij. En om het allemaal wat smeuiger te maken, ga ik er ook een glaasje water bij doen. Dit is het moment dat we alles weer bij elkaar gaan gooien. En nu is het wat je noemt een ratje toe. Oh. En dan vind ik het zelf altijd heel lekker om het nog even 5 minuutjes te laten pruttelen. En dan doe ik er een klein scheutje citroen in om even alle vetten te doorbreken. En een beetje peper. Een beetje ratatouille. En dan hebben we die heerlijke gegrilde kip die we van de markt hebben gekocht. Ik wil chillen van alleen maar natuurlijke dingen eten. Doet u gewoon. Zou ik maar doen.